Onze hersenen vormen het beeld van onze realiteit. En daarom is het extra belangrijk dat we leren hoe we met onze observaties tot de juiste conclusie komen. Toen ik geneeskunde studeerde, kreeg ik vaak vragen van patiënten waarop het antwoord niet in de boeken te vinden was. Dus moest ik zelf op onderzoek uit. Toen ontdekte ik de epidemiologie, een vakgebied dat ons leert hoe met deze vraagstukken om te gaan op het gebied van gezondheid en ziekte. Ik doe onderzoek naar de mechanismen die leiden tot hersenziekten, waaronder de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, maar ook de relatief zeldzame hersenziekte, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Allebei de hersenziektes komen vooral voor op oudere leeftijd en hebben allebei te maken met een ophoping van misvormde eiwitten. Nou weten we natuurlijk dat de gemiddelde levensverwachting de afgelopen jaren is toegenomen, maar wat we nog niet zo goed begrijpen is waarom de ene persoon de hersenziekte wel krijgt en de andere niet. Heel soms is er genetische aanleg, dus een erfelijke factor, maar in veruit de meeste gevallen is het een combinatie van omgevingsfactoren en leefstijlfactoren. En dat maakt het voor ons heel erg interessant, want dat betekent dat we er enigszins zelfcontrole over hebben en mogelijk zouden kunnen voorkomen dat mensen in de toekomst ziek worden. Allereerst hebben we natuurlijk heel veel gegevens nodig. Nou, binnen onze afdeling werken we veel met data van de Rotterdam-studie. Dat is een populatiestudie opgezet in 1989 in de regio Ommoord, een wijk in Rotterdam, waar inmiddels al meer dan 20.000 deelnemers aan meedoen en de oudste zelfs een leeftijd van 108 heeft bereikt. Daarnaast zijn we ook het Landelijk Registratiecentrum voor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Dat is een meldingsplichtige ziekte, dus alle patiënten met een hoge verdenking worden bij ons gemeld. Wij nemen dan contact op met de familie en de patiënt om zo meer informatie te krijgen over de leefstijlfactoren gedurende het leven. Nou, het grappige is dat ik door de epidemiologie ook bewuster ben gaan nadenken over de oogkleppen die we in het dagelijks leven op hebben. Zo kennen we een vakterm genaamd selection bias. Daar bedoelen we eigenlijk mee dat we twee groepen vergelijken die niet representatief zijn. Ofwel appels met peren vergelijken zonder dat je het doorhebt. En epidemiologie is eigenlijk een vakgebied dat continu in ontwikkeling is. Denk aan de opkomst van big data en kunstmatige intelligentie. We leren eigenlijk steeds beter hoe we deze technieken kunnen toepassen voor praktische oplossingen. En dat maakt het voor ons heel erg fascinerend. Ja, normaal gesproken wel, maar nu vanwege het coronavirus helaas niet. Ik werk als arts bij het gezondheidscentrum in Ommoord, waar de testen dus worden afgenomen en waar de deelnemers dus naartoe komen. En uiteindelijk zijn zij natuurlijk waar het om draait en waar we dit werk voor doen.